De eerste kans voor de wedstrijd ontsteert van Cambuur al na 4 minuten. Het is Nigel Roberta met de bal op Justin Mathieu. Die liep het kans te hebben om uit te halen, maar wordt onderuit halen op het randje van het strafschopgebied. Een vrije trap voor Cambuur op een mooie positie. En het is Robert Schilder die deze vrije trap neemt. Hij kan maar krijgt een jonken tik worden door de keeper van Volendam. Aan de orenkant met Cambuur tinken om de counter. Dit is de Sanien. Nick Dodeman krijgt de bal mee en hij kan met wat gelok de 1-0 scoren. Het is de eerste kans van Volendam in de wedstrijd. Hij komt uit de loft van, maar het is wol 1-0. Toch Nick Dodeman die het cool bloot 1-1 met Xavier Maus. Dus je gewoon dat hij wat gelok had en die bal mee krijgt, maar hij zit wol en hij telt. Voor het skoft kan Cambuur dan Wadder op zaken stellen. Dit is Kevin van Kippersluis die de voorzet jouwt. En komt die bal dat in de hand van Mohamed Betty? Ja, is het antwoord van skiertruchter Stan Teuben. De verdediger is hem van geen kweer bewust. Maar in de verhelling zorgen we duidelijk dat de bal in de hand komt van Betty. Het is een strafskop, een terugte strafskop. Die het naweren zult terug Kevin van Kippersluis. We spelen in het verliezen van Volendam. Kinderkeeper. Maar bleut cool 1-9 bij Mitchell Michelis. Van Kippersluis shit de bal in de hoeken en zet Cambuur een minuut voor het skoft op 1-1. Een wichtig moment voor de leakmakker. Sa krijgt voor het skoft. Keeper probeert je altijd uit je focus te halen. Zij schreeuwde, je schiet op dat midden, ik blijf staan. Maar uiteindelijk lag je toch in het hoekie. Ja, daar raak jij niet van in de war. Nee, zeker niet. In de tweede helft is de eerste kans ek voor Cambuur. De kopbal is voor Steenvoorden, maar zijn inzet giet op de peel. Van Kippersluis, zit hij er dan nog hoorn is de vraag. Nou, in de verhelling is dat net heel goed te zien, maar we zien wel dat de bal op de peel giet en het dus geen 2-1 is. Kind dat even letten dan, dat Justin Mathieu wat rond te krijgen om u te helpen. Zijn schot is goed, maar kind toch Michelis jonken tikt worden. Cambuur is dicht bij de 2-1, maar ek Volendam docht voor zelfs nog mij. Dit is Kevin Vissen, had wat rondte, liek het Maus daar voorbij te wijzen, maar de lokker van Cambuur gliedert hij uit en kan hij de geen 2-1 van Volendam van meidje. De laatste kans van de wedstrijd is dan van Cambuur. Justin Mathieu pikt de bal hierop op het minfield, had wat rondte, giet een man voorbij, twijfel het aan en besluit u te helen. Zie Scott, giet maar krijgt jonken en dat betekent dat Cambuur mij 1-1 league speelt tegen FC Volendam. Ik denk als je de tweede helft kijkt, dan spelen wij merendeel op hun helft. En creëer je best veel mogelijkheden. We speelden iets meer met voorzetten. Ja, een balletje op de paal. Ik hoor net dat de scheids toegegeven had dat er een tweede penalty gegeven had moeten worden. Dus ja, dat zijn zure momenten. Op zulke momenten worden wel een wedstrijd beslist, ja of nee. Dus dat is jammer. Naar het eindproduct kijken is dat teleurstellend, want we hadden onszelf daarin moeten belonen en dat hebben we niet gedaan. Dus is 1-1, ook gezien de afspiegeling van het veldspel, denk ik, is niet de juiste uitslag. Alleen dat betekent dat je het zelf beter moet afdwingen. Maar goed, dan komen we terug op ons vorige verhaal. Dat gaan we niet herhalen, want dan weer zo'n lang verhaal. We hebben wel de intentie getoond om naar voren te spelen. En we hebben ook de momenten gehad dat we hebben gecreëerd. Nou, dat is in vergelijking met voorgaande wedstrijden al is dat wel een vooruitgang, maar uiteindelijk niet genoeg nog.